momenteel zijn we bezig met galakapsel. Dus de leerlingen krijgen 60 minuten de tijd om een galakapsel volledig te ontwerpen, af te hebben. En dan komt een jury en dan gaan zij dus hun modellen showen op de catwalk. Galakapsel, dat is eigenlijk strakke kapsels, heel zuiver. Ja. Eigenlijk moet dat simpel blijven. Iets draagbaar, iets chic, waar dat je mee kunt uitgaan. Ja, ik was niet zo goed begonnen, maar nu gaat dat wel. Dat is eigenlijk van onder chignon. Ja. Van boven lossen en alles proberen. Klaat omhoog en zuiver. Dat is het liefste wat ik doe, opsteken. De voorbereidingen voor de leerlingen is sowieso eerst beginnen met het model te zoeken. Je moet het juiste model hebben, anders kun je geen perfect galakapsel aanpassen naar het type van meisje dat jij hebt. Het belangrijke onderpunt van gala is ook make-up en dan natuurlijk ook de kledij. Dit kapsel is voor casino. Een jury moet vooral het reglement in acht houden, dat zij de juiste kleurenpaletten gebruiken. Zeker rekening houden met de modetendensen, dat is het allerbelangrijkste. En gewoon, het moet zuiver zijn, mooi afgewerkt, het profiel moet correct zijn. Dus ook eigenlijk heel veel punten. Het is heel moeilijk om één winnaar uit zo'n grote groep te halen.